Aan tafel geschoven, Amanda Wans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, we wilden eigenlijk ergens in juni afspreken, want toen waren er allemaal leuke dingen op het Schouwburgplein in Rotterdam. Yoga trainingen en zo. Mm. En toen ging jij naar... Asturië. Ik ben in Noord-Spanje geweest op vakantie. Ja. En toen zei je van, nou, ik wil nu wel afspreken. Zeg ik, ja, jammer, ik zit nu in Roemenië. Dus uiteindelijk is nu het yogafeestjes afgelopen en dan zitten we eindelijk hier. Dat klopt inderdaad. Maar is het leuk? Ja, superleuk. Ja. Yoga op het Schouwburgplein is een evenement wat 20 weken duurt. Dus dat is echt wel bijna een half jaar. En dan iedere zondag om 11 uur doen we met 100, soms wel 150 man yoga. Ja. En allemaal matjes op die... Ja, allemaal matjes. Het is eigenlijk een heel kleurrijk festijn. En het is altijd... het is gewoon heerlijk om te doen en leuk en gezellig en ook super actief. Een yogameester die vertelt wat je moet doen. Is dat elke keer dezelfde of elke keer een ander? Nee, we werken samen met een aantal Rotterdamse yogascholen. Soms ook wel Schiedam. En dus iedere week is er een andere docent en een andere yogavorm. Mm-hmm. Oké. En ja, dat wilde ik zeggen, want er zijn verschillende soorten yoga, dus elke keer komt er iets anders aan. Ja, dat klopt inderdaad. Soms heel actief, soms juist heel erg gericht op de rust en de kleine bewegingen, soms meer op het meditatieve aspect, maar soms is het ook power yoga en dan ben je echt aan het zweten. Dan ben je helemaal, meditatieve yoga midden in het centrum van een drukke stad. Dat klopt. Lukt dat? Dat is het leuke. Eigenlijk gebeurt er iets heel bijzonders op het moment. Je zit net voordat de winkels open gaan. Hè? Om 12 uur is het afgelopen. Dus net een uurtje voordat de drukte losbarst. En dan is de stad nog stil. De stad is nog rustig. We moeten af en toe wel een beetje wat mensen van het plein af bonjouren. Omdat die nog van het uitgaan afkomen. Maar eigenlijk is het best wel stil in de stad. En dan stroomt het langzaam vol. En op het moment dat de yoga gebeurt, lijkt het wel alsof er een soort aparte ruimte wordt gecreëerd op het plein. Het wordt een hele serene omgeving. Het wordt een hele serene omgeving. En mensen reageren daar ook heel sterk op. We hebben natuurlijk ook wel eens mensen die voorbij komen en daar eigenlijk van schrikken. En dat ook wel eng of confronterend vinden. Maar eigenlijk reageren ze ook wel heel positief erop. Geef jij zelf ook de trainingen of ben jij degene die het organiseert en in goede banen leidt? Ik organiseer het samen met Dora Borst, een collega van mij. Zij is een aantal jaar geleden begonnen. Ik geef zelf geen yoga les, ben geen yoga docent helaas. Maar ik geef wel meditatie en mindfulness training, dus een vorm van mindfulness. De sessies zijn afgelopen, dus je kan eigenlijk zeggen, we kunnen even bellen en zeggen het was leuk en succesvol. Maar ik zei, kom Tom aan tafel zitten. Ja. Want behalve de yoga doe je nog veel meer. Ja, dat klopt inderdaad. Je noemt jezelf een urban witch. Dus urban witch, dat klinkt een moderne heks. Ja, stadsheks eigenlijk. Ja, stadsheks. Geen bezemsteel, maar de tram. Helaas wel. Ik heb een mooie nieuwe gekocht in Asturië, waar ik op vakantie was. Maar die accu, die wil niet echt die opladen. Die doet het niet, potverdorie. Andere net spanning natuurlijk. Ja, dat is misschien een beetje een probleem. Maar urban witches, wat zijn dat? Urban witches, bij de natuur? Ja, dat heeft absoluut zeker met de natuur te maken. De heks is natuurlijk eigenlijk een soort oud stereotype met een kromme neus en een vrat op de... Je bent iets zwarts aan, maar geen vrat. Ja, dat is waar. Ik moet zeggen, ik vind het wel leuk om een klein beetje aan stereotypen te voldoen. Maar goed, het heeft eigenlijk te maken met heel dicht bij de natuur staan. En het werken met de maan. Het was donderdag volle maan. Dus daar doen we bijvoorbeeld volle maanvieringen omheen vieren. Het bezig zijn met de natuur, het verbinden met de natuur. Dus wanneer je met meditatie vooral naar binnen gaat en je geest en je gedachten traint voor focus en aandacht, ga je met bijvoorbeeld mindfulness veel meer naar buiten. Dus je verbindt je ook met de elementen. Als je zelf misschien wel eens op het strand loopt of in de bossen loopt, dan merk je waarschijnlijk een vorm van ontspanning. Mm-hmm. Dat je relaxed wordt of als je lekker in de zee ligt te deinen. Nou, dat is eigenlijk contact. Moet ik nu niet aan denken hoor trouwens, de zeedijnen, maar van de zomer vind ik het wel lekker. Ja, van de zomer is het wel weer lekker. Ja. Dus eigenlijk op die manier verbinden heksen zich ook met de natuur. Maar het is nog veel meer, maar die natuur staat centraal. Is dat voor iedereen voelbaar? De volle maan komt eraan, zeg je? Nou, ik ben ook wel iemand die heel erg kijkt naar wetenschappelijk onderzoek. Ik hou niet zo heel erg van hocus pocus in die zin en onzin. Dus als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, dan zie je dat er heel divers effect gemeten is van de maan. Het zijn vooral kleine onderzoeken die gedaan, die zeggen eigenlijk, is niet echt voelbaar. Vraag je het aan de willekeurige barman, politieagent, taxichauffeur,
Die zeggen, nou, met volle maan huren wij extra mensen in. Nou ja. Want... Dan gebeuren er... Het clasht. Er is meer... Er worden meer kinderen verwekt. Er zijn meer ongelukken. Er is... meer geweld ook. Mensen zijn een soort meer, veel meer naar buiten gericht, als het ware. Maar onderzoek, wat ik tot nu toe heb kunnen vinden, die zegt van niets. Nee. Maar weerwolven komen ook alleen maar met volle maan. Dus ik moet toch wel iets doen. Om maar even... Ik ben net bij Dracula geweest, dus ik zit nog een beetje... Oh ja, natuurlijk. In Roemenië heb je sleep. Daar... Ja. Dus, Roemeense magie is erg Het is wel heel leuk, want dan zie je een heel klein stadje met het kasteel van Dracula. En hij heeft echt bestaan, hè? Dracula. Vlak de Spitzer. En hij heeft veel goeds gedaan voor de stad, maar niet voor zijn mensen die tegen hem waren. Nee. Maar dat door het verzinsel van Bram Stoker het hele stadje economisch kan draaien. Ja. En dat is dan wel weer leuk. Ja, nee, dat is ook inderdaad wel bijzonder. Ik ben, voordat ik in Asturië was, ben ik in Baskenland geweest, in Zugarramurdi. En dat is eigenlijk een soort omsloten dorpje. Weet je, dat zit vast in die bergketen, bij de Pyreneeën als het ware. En in de... ten tijde van de middeleeuwen zijn er enorme heksenvervolgingen geweest. De grootste van de hele wereld. Nog veel groter dan in Salem bijvoorbeeld. En je ziet ook, dat dorpje is een anderhalve straat. Maar de hele lokale economie drijft eigenlijk nog steeds op de heksenvervolgingen die daar plaats hebben gevonden. Dus er is een museum en een weide en een grot. En nou ja, wij zijn er speciaal naartoe gegaan om dat te bekijken. Omdat het toch een beetje de hekseninvloed in je. Exact, inderdaad. Maar die economie die drijft er absoluut op. Maar jij kan er economisch, denk ik, niet van leven, het heks zijn? Het is een gedeelte van mijn werk. Mm-hmm. Ik organiseer mindfulness trainingen. En daar ben ik nog net maar mee begonnen. Dus we gaan 31 oktober starten voor het eerst. Dat is voor mij natuurlijk best wel spannend. Maar ik werk ook voor bijvoorbeeld culturele instellingen, musea. Om mensen te helpen. Bijvoorbeeld, ik had van de week een heel leuk gesprek met Museum Rotterdam over Rotterdams erfgoed. Nou, dat denk je meteen eigenlijk aan Feyenoord of de Zandbalman of eigenlijk allemaal van dat soort dingen. Maar die waren dus misschien ook juist wel heel erg geïnteresseerd in de magie die voortkomt uit... Nou ja, die eigenlijk al gewoon bestaat in die multiculturele samenleving. Als we kijken naar Surinaamse mensen, die hebben bijvoorbeeld de Winti. In mensen met een Turkse achtergrond zie je eigenlijk ook heel veel, wat wij noemen eigenlijk superstitio. Dat is eigenlijk bijgeloof, zeg maar. Maar die gebruiken en rituelen zitten heel erg in de cultuur van mensen. Dus, maar het is heel erg verborgen. En mensen zijn er toch ook wel heel erg nieuwsgierig naar hoe dat werkt. Vooral in een stad waar heel veel culturen samenkomen. Zijn wij als nuchtere Nederlanders een beetje te ver van die natuur afgeraakt? Nou, dat zou ik niet zozeer zeggen. Ik denk dat wij natuurlijk wel heel rationeel zijn. Heel wetenschappelijk ingesteld zijn. Maar vaak weten we niet meer waarom we bepaalde dingetjes doen. Bijvoorbeeld tussen je vingers op de grond spugen is eigenlijk een manier om het kwaad af te zweren. Weet je, dat soort kleine gebruikjes die mensen wel doen, maar eigenlijk hebben ze geen idee meer waar het vandaan komt. Weet je, het is zo ingeburgerd dat het zijn betekenis kwijt is geraakt. Maar nuchter, ik kom toch wel heel veel mensen tegen die daar wel heel erg geïnteresseerd in zijn. Mm-hmm. Maar ik ben ook zelf heel erg nuchter. Ik wil ook kijken vanuit de wetenschap. Deugt dit nou? Klopt dit nou? Maar het is niet alleen een stukje wetenschap of nuchter zijn. Het is ook kijken naar historie en folklore. En historisch aanschouwen van bepaalde zaken. En dat kan je ook vanuit de sociologie doen, vanuit de psychologie. Ja. Dus daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Je gaat straks een moonfulness doen. Wat gaat dat, wat betekent dat? Nou, moonfulness is eigenlijk iets wat ik zelf ontwikkeld heb. Een cursus, een training. Ik ben al heel lang mindfulness docent. En ik merkte dat ik heel erg tegen een aantal restricties aanliep. Mindfulness is eigenlijk een vorm van aandachtstraining. Het komt voort uit het boeddhisme. Maar is ook heel erg gestript van zijn religieuze betekenis. Om het voor ons westerlingen acceptabel te maken. Hè? Dus de religieuze context is daarin gestript. En dus het is eigenlijk bijna een soort alleen maar neuropaadjes aanmaken in je hoofd. Door middel van meditatie. Waardoor je dus ander gedrag gaat vertonen. Of ander gedrag jezelf aanleert. Mm. En ik vond het op een gegeven moment zo koude, een soort koude beoefening. Het miste heel erg het contact met mensen om me heen. Of met de natuur. En op die manier ben ik eigenlijk mindfulness gaan ontwikkelen. Omdat mindfulness heel erg naar binnen gericht is. Heel erg op het individu gericht is. En mindfulness zit veel meer door te mediteren. Maar ook contact te maken met de omgeving om je heen. Dus met die natuur. Dus in die bergen.
bij die zee, in die bossen. En daarbij ook stil te staan bij de symbolische betekenis van de seizoenen en de cycli die eigenlijk gewoon continu om ons heen gebeuren. Het is nu herfst. Weet je, en dat heeft van alles te maken met het verval. Hè? Die dingen die corresponderen eventueel ook symbolisch met de dingen die binnenin je gebeuren. Ja, en ga je dan echt in een groepje mensen de natuur in? Het Zuiderpark of weet ik veel welk park? Ik heb twee varianten die ik aanbied. Je kan hem online doen, die training. Dan is het dan leer je 13 maanden lang. Dan ben je iedere maand bezig met oefeningen, meditatie en technieken uit de mindfulness. En ook gestoeld op oude verhalen uit hekserij en... Ik heb een soort combinatie gemaakt van verschillende technieken. Maar je kan hem ook volgen op een veel breder niveau. Dan doe je en de online cursus, maar dan ga je ook dus 13 keer, dus iedere maand eigenlijk, erop uit om dat met een groep te doen. Dus ook buiten in een groep die verbinding te vinden in de natuur. Net zoals vroeger echt in een heksenkring. Exact. In de volle maan, om een oude eik. Ja, en huilen naar de maan uiteraard. Dat ook moet nog? Ook gebeuren, nee. Oh, ik kan het zeggen. Dat doen we niet. Nee. Als mensen zich geroepen voelen, geïnteresseerd zijn, meer informatie willen, hoe kunnen ze dat vinden? Ze kunnen dat vinden via www.urbanwitchesrotterdam.nl. Ja. En ben jij de enige Urban Witch in Rotterdam of zijn er nog... Nee, ik heb heel veel leuke vriendinnetjes die zich ook misschien niet altijd als zodanig identificeren, maar wel heel erg op die manier mee bezig zijn. Dus ik heb enorm veel leuke collega-heksen. Want eigenlijk, heks is niet lelijk. Heks is gewoon dicht bij de natuur en... Ja. Leven met de natuur. In mijn beleving wel. Oké. Ik vond het fijn dat je aan tafel wilde komen. Dank je wel. Ik hoop dat er nog heel veel volle manen komen om naar de maan te huilen. Of niet. Auw. Dat moet je zelf. Bedankt. Dank je wel.